Dit was een heel bijzonder geslaagde dag. Eigenlijk gekeken bij Vivium op verschillende plekken naar de wijkverpleging. Hoe om wordt gegaan met ouderen die met dementie te maken hebben. Nu hier in Bussum gekeken naar hoe ga je nou om met ouderen die hulp nodig hebben, maar die wel ook deels voor zichzelf willen zorgen. De scheiding van wonen en zorg. En overal weer onder de indruk van hoe blij mensen zijn die hier verblijven of die gebruik maken van jullie diensten. Maar ook hoe bijzonder het is om het verplegend personeel te zien. En wat een professionaliteit en een waanzinnige energie daar zit. Nou, misschien het allerbelangrijkste is voorlopig even geen nieuwe plannen. Dat is echt wel de boodschap. We hebben nu natuurlijk heel veel veranderd. Ik denk dat het ook echt moest om het bekende verhaal, zorg meer te laten aansluiten op wat mensen willen. Ook te erkennen dat sommige mensen langer thuis willen blijven wonen. Dat niet iedereen, de one size fits all, iedereen dezelfde zorgt dat niet meer werkt. Maar dat is natuurlijk een gigantische verandering die al een tijd loopt. 1 januari komt er weer een hele grote verandering aan. Dus het eerste is volgens mij geen nieuw beleid. En het tweede is een succes maken van die verandering die loopt. Daar heb ik vandaag veel over gehoord. Er is natuurlijk zorg over dat er bezuinigingen ook mee samenhangen. Die kan ik niet wegnemen. Want we zitten gewoon met het feit dat we met z'n allen veel te veel geld uitgeven. Maar er zijn ook hele praktische dingen. Hoe zorg je dat de dingen goed op elkaar aansluiten? De langdurige zorg, wat er in de WMO gebeurt, wat de wijkverpleging doet. En dat je dus niet dingen dubbel doet. En daar heb ik echt vandaag goede dingen gezien. Irene, de wijkverpleegkundige van vanmorgen. We hebben met haar bezoek geweest bij een meneer die mantelzorg voor zijn vrouw, die zwaar Parkinson heeft geleverd. En gewoon door haar ogen te kijken naar een heel klein stukje uit haar dag, waarbij ze misschien op 1 dag wel 10 van deze mensen bezoekt en helpt om uit bed te komen of met allerlei andere verplegingsvragen. Dat is zeer indrukwekkend. Dus Irene blijft erbij. Maar ook de oproep van laten we nou een succes maken van alle verandering. Maar oppassen om nu alweer nieuwe veranderingen daarbovenop te gooien. Ik zit me steeds af te vragen, wat zou je nou zelf willen? Nou, ik hoop niet dat ik dementeer, maar als het gebeurt, dan lijkt mij wat we hebben gezien vandaag in Weesp een fantastische manier om toch mijn oude dag door te komen. Veel buiten en ook nog in een omgeving die een beetje bij je aansluit. En stel nou dat je op een gegeven moment wijkverpleging nodig hebt, dan denk ik dat we dat op zichzelf in Nederland knap regelen. Thuis wonen, wel goede verpleging. En mocht je nou toch aangewezen zijn op zorg in een huis, maar zonder dat je dementeert, dan vind ik wat hier gebeurt erg aansprekend. Waarbij mensen ook zelf keuzes kunnen maken hoe ze precies regelen. Of ze die woning zelf huren, of dat ze onderdeel zijn van het huis zelf. En op die manier gebruik maken van allerlei voorzieningen. Dan denk ik, het is eigenlijk best een aardig land om oud te worden.